De problemen waar AZ Monica zich voor gesteld ziet, zijn eigenlijk dezelfde als alle ziekenhuizen. Dat betekent dat wij heel moeilijk verpleegkundigen vinden, verpleegkundigen die schaarser en schaarser gaan worden. En ons bestuur heeft dan ook gezegd van, bekijk hoe dat je die uitdaging aan kunt. En daar zien we eigenlijk maar één mogelijkheid in. En dat is onze verpleegkundigen zo efficiënt mogelijk gebruiken en ze voor te behouden voor die zaken waarvoor je echt een verpleegkundige moet zijn. Al de andere zaken trekken we weg van bij de verpleegkundigen en laten wij doen door logistiek personeel en anderen. Betekent dat die mensen natuurlijk heel efficiënt moeten werken en de ondersteuning moet naadloos aansluiten op het werk van de verpleegkundigen. Op onze smartphones hebben wij de ARTA-toepassing geïnstalleerd. Het is een toepassing waar iedere individuele werknemer kan zien welke taken er beschikbaar zijn. Hij kan bijvoorbeeld zien alle taken waar een groen vlak voor staat, zijn taken die klaargezet zijn voor uitvoering, die nog binnen het tijdsbestek vallen. En hij kan die kiezen. Wanneer hij die kiest, dan gaat hij in twee fasen moeten zeggen, goed, ik aanvaard die taak. En op het moment dat hij die aanvaard heeft, wordt de taak bij iedereen geel. En staat er de naam van de werknemer bij. Dus op het moment dat iemand bezig is met die taak, is het geel en staat de naam van de collega erbij die die taak aan het uitvoeren is. Op die manier weet ik van al mijn collega's waar ik ze kan vinden, met welke taken dat zij bezig zijn en dergelijke meer. Je hebt een bepaalde vrijheid, dus je kunt in de iPhone kijken welke taken dat erin staan of welke opdrachten dat erin staan. Je kunt die aanduiden en dan je taak rustig afwerken. Als er taken zijn die moeilijker zijn alleen, kunnen die altijd met twee doen. Er is ook een hulpknopje. Met dat hulpknopje kun je een collega inroepen en die collega zorgt er dan voor dat je samen die taak tot een goed einde kunt brengen.